Ja, goedemiddag. We staan hier op de wedren op Roze Woensdag, de tweede dag van de Vierdaagse, oftewel de dag van Wiegen. Mijn naam is Remco Gevers en ik sta hier met... Margie Alders. En ik vind dat je er prachtig roze uitziet ook. Nou, jij ook. Ja, daar heb ik goed voor aangekleed. Dat hoort er een beetje bij, hè, op Roze Woensdag. Ik zou zeggen aan iedereen, veel plezier. Goedemiddag, mevrouw. U staat op iemand te wachten. Nou, dat weet ik niet zeker. Maar waarvoor ik stond, die zit al bij de finish. Oh, die staat al bij de finish? Ja, die is al binnen. Daar zaten we al lekker aan een biertje. Ah, en toch nog even hier mensen opwachten. Er zijn nog wat meer mensen die lopen. Ik ga kijken of die nog even wat kan doen. Ah, dus u kent heel veel mensen die meelopen? Vijf. Vijf? Oh, ja. Dat is toch mooi? Ja. En komen die uit alle kanten van het land? Of alle kanten van het land, ja. Ik heb zelf 10 jaar geleden 1 keer gelopen en nu alleen nog maar feesten. Ja, ook superleuk toch? Ja, heerlijk. Lekker feesten. Bent u alle dagen hier? Nee, vandaag aangekomen. En vrijdagmiddag gaan we weer terug. Ah, leuk. Als mijn dierbare vriend binnen is, dan gaan we weer weg. Oké, okay, mooi. Ja, dan komt u mooi binnen bij Roze Woensdag zo. Ja, Roze Woensdag, ja, helaas. Ja, en een beetje. Maar ja. Een beetje, ja. Nou, in ieder geval heel veel plezier vandaag. Ja, dat gaan we zeker doen. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. U heeft vandaag meegelopen? Ja, zeker. Hoe is het gegaan vandaag? Ja, prima. Prima? Ja. Nog bijzonderheden geweest? Ja, gezellig. Ja, supergezellig. Ja, toch? Ja, super. Ja. En wat was het leukste moment vandaag? Wat was het gezelligste moment vandaag tijdens de tocht? Ja, al die mensen en dat roze, dat is toch wel heel bijzonder. En in welk dorp was het gezelligste? Wiegen. Vinden we wel heel gezellig. Ja, nou supermooi. Ja. En natuurlijk hier een heel groot onthaal bij de finish. Zo is dat, ja hoor. Veel familieleden of vrienden die u komen opwachten? Ik wacht op mijn man. Die is nog aan het lopen. Oké, okay, jullie lopen niet samen? Nee. Ik loop een ander tempo. Oké, en duurt het nog lang voordat hij binnen is? Of is hij al... Kwart voor twee. Kwart voor twee, oh, oké. Okay. Dan is hij bijna binnen. Ja, kan ik even dansen. Nou, super. Ja. Nou, heel veel plezier nog. Dankjewel. Tot ziens. Hallo, hallo. Good afternoon. Good afternoon. How did it go today? Je kan het gewoon Nederlands even zeggen, hoor. Oh, je spreekt gewoon Nederlands. Ik zag de Griekse vlag, ik dacht... Ja, dat klopt, maar we zijn gewoon import. Oh, import. Jullie wonen gewoon in Nederland? Ja, hij 40 jaar en ik 35. Oh, dat is een hele tijd. Almelo! En ik Westland. Hoe? Westland. Ah, mooi. En hoe is het vandaag gegaan met het lopen? Toppie. Hartstikke mooi weer. Ja. De beste wandelweer hebben we ooit meegemaakt. Nou. Lekker fris, lekker klein beetje wind. Niet te warm. Wij zijn Grieken. Maar ik weet het niet over hem. Ik hou niet van warmte. Hoe kan dat nou weer? Ja, ik zeg tegen mevrouw, als het hier warmer wordt dan 30, ik zeg, ik ga immigreren. Waar wil je naartoe dan? Naar Noordpool, weet ik niet. Wat koud is. Nou, dan wens ik u heel veel succes op vrijdag. Ja. Want vrijdag wordt het wel heel warm. Nou, vrijdag wordt warm. Maar wij vertegenwoordigen de hele Griekse natie vrijdag. We lopen in een Griekse kostuum. Nou, super. En hoe bereiden jullie je voor op de warmte? Want het wordt 30 graden vrijdag. Ja, we hebben eerder meegemaakt, dus toch? Nou, ik heb voorbereid. Dan was ik voor de Vierdaagse, dan was ik 3 maanden in Griekenland. En dan was op Rhodos, daar kom ik vandaan, dat was 45 graden. En toch 160 kilometer, alternatief Vierdaagse. Zo train je ook af, hè? Zo, dat is wel echt trainen, ja. Maar dan kan je gewoon op warmte ook voorbereiden. Dat weet je nooit, zoals 2 jaar terug, was ook 39. Toen die eerste dag afgelast werd, dat was ook 39, dus dan moet je op alles voorbereid zijn. Ja, dat noem ik nog eens voorbereiding inderdaad. Tuurlijk, regen, wind, warmte, alles kan je krijgen hier. En dan merken we gewoon de laatste jaren, het is meer en meer. En gaan jullie ook nog genieten van de gezelligheid hier op Roze Woensdag? Ja. Altijd. Super. Nou, heel veel plezier. Dank u wel. En nog heel veel succes de komende dagen. En de komende jaren. Ja, zeker. Is goed. Ik zie jullie vrijdag. Jullie zijn nu, 7, kanaal 7. Ja, okay. RN7. Ja. RN7. Oké, zie jullie dan.
uitgezonden van hier. Wordt uitgezonden van hier, ja. Wanneer wordt dat uitgezonden? Oh, over 10 minuten. Oké. Okay. Ja, bijna. Mag ik u even iets vragen? Ja, maar natuurlijk. Op wie wacht u? Ik wacht nu op mijn oude buurvrouw. En die zou hier al lang moeten zijn. Maar de track klopt niet helemaal. Maar ik sta vooral ook te wachten op mijn dochter en een hele leuke vriendinnengroep. Want die lopen met 6 meiden die vriendinnen zijn geworden sinds de middelbare school. En die lopen hier feestend de 40 kilometer. Maar daar ga ik zo meteen voor naar de Waalkade. Ah, oké. Okay. En woont uw dochter nog thuis? Nee, die is 32. En al die meiden die hebben goed getraind en die wonen overal op verschillende plekken. Maar die lopen dit jaar samen de Vierdaagse, dus dat is echt geweldig. En moest u zelf vroeg op dan voor vandaag? Moest ik vroeg op? Nee, dat viel wel mee, want zij staat heel vroeg op zelf en fietst naar Nijmegen. Okay, dus u hoeft niet voor haar vroeg op? Nee, ik kook, ik masseer, ik zorg dat er heel veel lekkers in huis is. Ik zorg dat ze goed uitgerust naar bed kan en weer redelijk uitgerust op kan staan. En dat is het vierdaagse leven als je een begeleider bent. Als je moeder bent, hè? Ja, als je moeder bent. Ja. Nou, ik wens u nog veel plezier en succes met dochter en buurvrouw. Oké, dank je. Veel plezier ook met het interviewen. Hoi, hoe heet je? Pascal. En voor de hoeveelste keer rol je al, zeg ik het dan goed? Mijn tweede eerste keer. Je tweede eerste keer. Ja. Luister, elk begin moet er zijn. En hoe ging het vandaag? Bijzonder goed, ja. Ja, ik heb het rustig aangedaan, eigen tempo. Stiekem geholpen net dat ding op, die laatste bocht. Maar het gaat goed. Ja, ik voel me goed. Dus deze tweede eerste keer wordt gewoon de echte eerste keer? Al ga ik op mijn knieën. Ik wil mijn kruisje. Ja, heel goed. Ja. Waar kom je vandaan? Almere. Oh, dus je moet ook nog van ver. Ook niet in je eigen bed slapen dus? Nee. We slapen in dorpje hier vandaan. Overloon. Ja. Oh. Ja, dus elke dag half uur heen, half uur terug. Maar dat is goed te doen? Jawel, ja, met de auto. Ik rij zelf. Het is alleen, gisteren merkte ik dat ik heel moeilijk in de auto kwam. Oh. Spierpijn overal. Oh, ja. Dus dat zal nu ook wel even... Ja. Maar je ziet er hartstikke monter uit, dus het gaat zeker goed komen. We gaan jou vrijdag zien. Ik hoop het, ja. Ja, wil ik er wel weer zien, hoor. Ja, succes. Cool, dankjewel. Mogen we u even vragen? Zeker. U was zo vrolijk en zo'n vrolijke mensen langs de kant. Ik staan. Daarom werd ik vrolijk, maar ik liep met zo'n gezicht. Serieus? Helemaal klaar mee. Ja, sorry. Niet tot vrijdag lopen dan? Jawel. Dat dan toch weer wel. Thuis laten verwennen en morgen weer verder. Kijk, en waar is thuis? En wel. Richting Venlo. Okay. Dus nu nog naar het station, in het busje, terug naar huis lopen. Nou. Dat is een wikkel. Ja. Ja. Geen wonder, dan mag je ook best ondertussen ook wel denken van ik heb er geen zin in. Ja. Mag je best hier even zaggerijnig lopen. Zo is het. Heel veel succes. Dankjewel. Jij zit hier zo mooi op dat paaltje. Wie ben je? Luc. Is er iets? Nee. Heb je vandaag gelopen? Ja. Hoeveel? De 30, maar ik heb niet helemaal gelopen. 30 vandaag en niet helemaal gelopen? Ja. En morgen ga je morgen wel weer beginnen dan? Nee. Is het een beetje zwaar? Ja. Moest je alleen lopen? Nee. Oh. Ze hebben je hier toch niet achtergelaten? Nee. Nee toch? Nee. Waar kom je vandaan? Uit Koten. En heb je geoefend? Heb je getraind? Ja. En toch lastig? Waar heb je last van? Aan de cirkel van mijn enkel. Oh, dat is vervelend, zo'n blessure. Kun je maar beter goed voor jezelf zorgen en verstandig rustig aandoen, hè? Ja. Ga je vanavond naar huis of blijf je hier nog in de buurt? Ik blijf hier nog in de buurt. Toch nog een beetje feestvieren? Ja. Heel goed. Sterkte. Ja, dankjewel. Goedemiddag! Goedemiddag. Ik ken jullie van vorig jaar. Klopt, ja. Ik jou ook van vorig jaar. Hé, hey, wat toevallig. Vorig jaar. En hoe is het vandaag gegaan? Ja, heerlijk. Vorig jaar. Ja. Hetzelfde als vorig jaar. Helemaal goed. Is dat niet een beetje saai dan? Nee, we zijn er weer. Nee. Ja, saai niet. Je moet vorig jaar gewoon een stukje meelopen.
Ja, jullie zien er in ieder geval weer prachtig uit. Ja, toch? Goed weer, leuke mensen langs de kant, ja. Nou, dus kan niet fout gaan. Ja, jullie krijgen natuurlijk superveel aandacht van alle mensen. Ja, dat vooral. Daarom doen we het meestal ook. Niet verder vertellen, maar daar doen we het meestal eigenlijk ook wel een beetje voor. En hoe ervaren jullie dat, al die aandacht hier? Nou ja, het is gewoon sowieso hoe iedereen enthousiast reageert en zo. En helemaal erop ingaat en zo. Dus en zeker op Roze Woensdag. Dus het is eigenlijk voor jullie gewoon een traditie zo? Ja, dat klopt. En de dag daarna herkent niemand meer ons. Dus dat is het mooie ervan. Incognito. Incognito morgen. En vanavond nog een pilsje of? Nee, vanavond niet. Vanavond lekker uitbuiken en uitslapen en zo. Morgen weer de volgende dag beginnen. Nee, we drinken niet meer s'avonds. Wij feesten niet. Hij wel. En hoe gaan jullie morgen verkleed? Als onszelf. Gewoon. Dan herken je ons niet. Dan zal ik jullie niet meer voor de camera krijgen dan. Nee, maar dan zeggen we wel toch van hallo en dan lopen we weer door. Als we je zien, dan roepen we je. Dan regelen we het vrijdag wel. Vrijdag hebben we nog wel iets. Dat is nog een grote verrassing al. Ja, dat is een hele grote verrassing. Ja, nou, dan iets anders weer. Ja. Dan hoop ik jullie weer vrijdag weer te zien. Je herkent ons zo. Oké, nou dat is mooi. Ja. Nou dan nog heel veel plezier en heel veel succes. Hey, dankjewel. Hey, dankjewel hè. Hey, bedankt. Maar vanwaar die Engelse vlag? Dat doen we ieder jaar. Traditie. Engeland. We zijn overal geweest in Engeland. Dus we lopen één dag in de Vierdaagse met de Engelse vlag. Nou, hartstikke mooi. En zijn jullie dan ook op veel plekken in Engeland geweest om te wandelen? Nee, dat niet. Gewoon van vakantie? Gewoon vakantie, ja. En rondtrekken misschien ook wel? Vorig jaar zijn we nog met de auto rondgetrokken. Ja. En bevalt ons goed, Engeland. En de Vierdaagse ook? Ja, ook, maar ik ben ontzettend moe nou. Dat snap ik, ja. En wat was het mooiste moment van vandaag? When they all say good morning England. Nou, hartstikke mooi. Ik denk het mooiste moment is als we dadelijk afmelden en dan richting trein. Ja, even lekker uitrusten. Moeten jullie nog ver met de trein? De Modehoek. Naar? De Modehoek. Oh, dat is dichtbij. Oh, nou dan komt het wel goed. Nou, dan zou ik zeggen lekker uitrusten vanavond. En nog heel veel succes de volgende dagen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Goedemiddag, jullie zijn opa en kleinzoon. Ja, dat klopt. En is dit de eerste keer dat jullie zo samen meelopen? Dat is de eerste keer. En hoeveel kilometer lopen jullie? 30. En hoe hebben jullie het ervaren vandaag? Zeg jij het maar. Nou, heel goede sfeer, allemaal mensen die juichen, echt superleuk. Ja, hartstikke mooi. En ook in het roze? Ja. Bijna. Maar het was al een geslaagde, tot nu toe nog een geslaagde eerste editie voor jou. Ja, zeker. En ik zou zeggen dan nog heel veel succes morgen en overmorgen. Ja. Tref je nog extra maatregelen als voorbereiding voor morgen en overmorgen? Nee, niet echt. Het gaat heel goed dus. Ja, nou, dat klinkt alleen maar goed. Perfect. Dan zou ik zeggen heel veel succes nog. Ja, dankjewel. En veel plezier. Ja, dankjewel. Dank u. Goedendag, hoe heb je vandaag ervaren, de tocht? Zwaar, maar wel gezellig en natuurlijk leuk entertainment onderweg. Ja, met Roze Woensdag natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het was heel gezellig, vooral in Wijchen en in Beuningen. Heel veel muziek, iedereen een beetje roze gekleed. Het maakte een groot feest van. En wat was het zwaarste aan van vandaag? De pijn en de lange stukken door de velden heen. Ja, dat is gewoon niet... Heel spannend. Dan krijg je niet zoveel motivatie mee om blijven te lopen. Oké, en waar heb je de meeste pijn? Voeten. Oh ja. In de voeten. Lastig, ja. En hoe denk je dan aan morgen en overmorgen? Blijven lopen, stapje voor stapje. Elke stap is dichterbij bij de finish. En neem je nog extra maatregelen om je voor te bereiden op de volgende twee dagen? Nou, ik gewoon hetzelfde als vandaag. Langs de blaren prikken en dan... Goed uitrusten en dan gaan we weer. Nou, dan zou ik zeggen heel veel succes de komende dagen nog. Dankjewel. En ook vooral heel veel plezier. Ja, moet goed komen. Nou, leuk. Wie heeft er gelopen? Nog niet. Nou, dat is mooi. En voor wie zijn dan die bloemen? Die zijn voor mijn oom en voor hun vader. En die zijn nog niet binnen, begrijp ik hieruit. Hij kwam nu net langslopen. Die is al geweest. Ja. Naar binnen, ja. En hoe ging het met hem? Goed, hij was goed te pas. Dus hij had er heel erg zin in.
Zijn woorden waren, ik wil dat dit nooit stopt, dus het ziet goed. Hij had echt een grote grijns op zijn gezicht. Het ging hem echt heel goed af. Ja, het ging hem echt goed af. Nou, dat is top. En wat voor bloemen heb je? Heb je speciaal roze bloemen ook? Eentje zijn de roze en andere natuurlijk de geraniums. Die horen wel bij de Vierdaagse feesten, bij de Vierdaagse een beetje. Ja, gladiolen. Gladiolen, sorry. En die wil die natuurlijk niet nu, want die zijn hartstikke zwaar. Ja, hij moest nu afstempelen. Hij zei, als jullie deze vast kunnen houden, dat zou wel fijn zijn. Oké, en zie je hem al terugkomen over mijn schouder, of nog niet? Nog niet. Ja, hij is er nog niet. Ja. Oké, en jullie gaan hem opzoeken? Ja. Oké, weet je wat? Dan gaan we gewoon even mee. Het is helemaal goed. Ja, we gaan even mee. Maar ik zou hem heel graag ook eens willen lopen. Volgend jaar? Het is vandaag de eerste keer dat ik het überhaupt zie. Maar wat een sfeer, wat fantastisch. Dus ik hoop volgend jaar, ja. Ja. Geweldig, hè? Ja, het is ook hartstikke leuk. We gaan even naar het afstempelhok. Ja, gefeliciteerd met de tweede dag. Ja. Wij stonden langs de kant en we zagen zulke mooie bloemen. Ja, dat is echt geweldig, hè? En toen zeiden we, nou, wie van jullie heeft gelopen? Maar geen van die drie jongelui. Nee, ze kwamen aanmoedigen. Ja. Ze kwamen mij binnenhalen, ja. En hoe is het gegaan vandaag? Nou, geweldig. Ja? Echt heel leuk, ja. Op tijd gestart en het was mooi weer natuurlijk, lekker weer om te wandelen. En ik voelde hem de hele dag goed en ik heb goede benen, geen blaren. Dus het ging eigenlijk makkelijk, kan ik wel zeggen. Ja. En de hoeveelste keer is het? Dat is de eerste keer. Eerste keer? Ja. Oh, geen wonder dat ze met zo'n grote groep staan op te wachten. Ze zit helemaal in de flow van de eerste keer. Ja, helemaal goed. En waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Zwolle. Zwolle. En hier aan het logeren ook? Ja, in een pension. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt ontzettend goed. Ik zit al 5 minuten van de start, dus... best wel luxe, ja. Zeker? Gaat u hem uitlopen? Ja, zeker. Ja, zonder moeite. Ja. Via Gladiola zien we u terug dan? Ja, absoluut. Ja, oké, dan zie ik je ook terug. Hartstikke goed. Succes. Dankjewel. Volgens mij sta ik hier naast de muzikant van de wedren. Ja, ik ben Cigar Box Henry. En dit is volgens mij het 3e of 4e jaar hier al dat ik hier optreed. Het is altijd zeer gezellig hier. Dus ik kom heel graag, ja. En sta je hier elke dag, alle 4 dagen? Nee. Op de woensdag en op de vrijdag eigenlijk altijd. Dus, ja. En waarom specifiek die dagen? Ja, dat is toen zo een paar jaar geleden zo uitgekozen. En dat doen we nu al een paar jaar zo op deze manier. Dus. En dat bevalt prima van alle kanten. Dus, ja. En waar kom je vandaan? Ik kom uit de buurt van Zwolle, ik kom uit Dalfsen. Dalfsen? Ja, Overijssel, Dalfsen. Dus. Aha, mooi. Zou je even een stukje kunnen spelen? Ja, natuurlijk. Moment. Hou ik even de microfoon erbij, hoor. I could play for ages, but now it's time to go. The whole crowd is heated up, you hope you like the show. Gonna pack my things and care, all us bring and I'll fly. Two boards, another gig, under the clear blue sky. Another time I'll be back here, but for now, now I say goodbye. Goodbye! U heeft 25 keer meegedaan met de Vierdaagse. Maar dit jaar is het even wat anders voor u, hè? Dit jaar is wat specialer. Ja, inderdaad. En hoe komt dat precies? Ja, omdat ik gestopt ben na 25 keer. Ja, dus dit jaar is eigenlijk uw 26e keer. Ja. Maar dit jaar doet u in een andere rol, bent u erbij. Zo is het, ja. En hoe ervaart u dat? Ja, heel anders. Anders sta je 's morgens om 4, 5 uur op. En dan loop ik naar de wedren. En dan wachten we dat we kunnen gaan starten. En dan loop ik. Ja, en ik heb een beetje geluk. Want ik woon hier achter de bomen. Dus ik woon bij de start. Ideaal. Ideaal. Ik kijk zo van mijn bed op de start. Zo, wat super. Ja. En wacht u ook nog op andere mensen die wel meedoen dit jaar? Ja, op een neef van mij, die loopt 50. Ik heb zelf het eerste jaar 30 gelopen, ongetraind. Toen heb ik 9 keer 40 gelopen. Toen heb ik 3 keer 50 gelopen. Toen weer 40 en toen 30. Ja, en toen ben ik gestopt na 25 keer. Nou, al een hele ervaring gehad zo. Heel veel ervaring eigenlijk aan de Vierdaagse. Heel veel.
Nou, super. Dan zou ik zeggen nog heel veel plezier bij deze editie. En u zal misschien nog wel de stad ingaan om even een feestje mee te pakken. Misschien wel, ja, maar even kijken. Ik had me eigen wel opgegeven bij de organisatie als vrijwilliger, maar er was een wachtlijst. Een wachtlijst nog wel? Ja, toen kon ik wel verkeersregelaar worden. Zei, dat doe ik niet. Maar ik ken heel Nijmegen en als ik zeg, je moet daarheen, dan zegt die fan nee en dan heb ik zo'n oog. Zei, dat doe ik niet. Toch maar niet, nee. Dan maar lekker feesten. Zo is dat. Nou, veel plezier. Dankjewel. Goedemiddag, ik sta hier naast Maria Hopman. En Maria, jij leidt hier het onderzoek bij het Radboud UMC bij de wandelaars. Ja, dat klopt. Dit is het vierdaagse onderzoek en wij doen dat dit jaar voor de 16e keer. En wat is het doel van het onderzoek dit jaar? Ja, dit jaar hebben we eigenlijk twee grote projecten. Eén project richt zich op eiwitten en spierherstel, waarbij we de vraag stellen of een mix aan plantaardige eiwitten, of die net zo goed is voor je spieren om spierschade te voorkomen en spierherstel te bevorderen, als dierlijke eiwitten. En daarvoor hebben we, 200 wandelaars. 50 hebben dat plantaardige eiwit, 50 hebben een dierlijk eiwit, 50 hebben placebo en 50 wandelaars hebben een app waarin ze advies krijgen over eiwitrijke voeding. En die vier groepen vergelijken we met elkaar. Hoeveel spierpijn hebben ze, hoeveel spierklachten, spierkramp, maar ook prikken we hier bloed en dan kijken we naar de spierschademarkers en ook hoe de spieren zich herstellen gedurende de 4 dagen. En dan kijken we welk van die 4 doet het nou eigenlijk het beste. En wat betreft die 3 groepen die eiwitten krijgen en placebo, de wandelaar weet niet wat hij krijgt en wij weten ook niet wat ze hebben. Dus het is een, zoals we dat noemen, dubbelblind onderzoek. Dat is één project en het andere project is heel anders. Dat gaat over de scheeflopende wandelaar. En dan bedoelen we zijwaarts scheef. Als je nu langs de kant gaat kijken, dan zie je wandelaars langs en dan zie je echt wandelaars die echt uit het lood lopen als het ware. En het bijzondere daarbij is dat mensen het zelf niet in de gaten hebben. Dus als je tegen ze zegt, god, meneer of mevrouw, u gaat het goed, gaat het wel goed, want u loopt zo scheef. Dan zeggen ze, scheef, scheef, nee, ik sta toch niet scheef. Dus ze weten zelf ook niet dat ze scheef lopen. En daar, dat intrigeert ons al jaren. En daar willen we eigenlijk een vinger achter krijgen, wat is dat nou? Is dat iets orthopedisch of is dat iets in de aansturing of in ons evenwichtsorgaan? Of zit hem dat in uitdroging of in zoutgehalte of in de voeding? Dus dat zijn we ook aan het onderzoeken dit jaar. En een van die tests die daarbij wordt gebruikt is met een emmer. Klopt. De emmertest. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe dat werkt en hoe dat in zijn werk gaat? Ja, met die emmer test je eigenlijk je evenwichtsorgaan. En als je evenwichtsorgaan het goed doet, dan sta je rechtop. En dan, daarom lopen wij ook rechtop. Je evenwichtsorgaan bestaat eigenlijk een beetje uit haartjes en steentjes erop. Dus dat als het allemaal goed werkt, dan voel je je niet duizelig en dan sta je goed rechtop. Maar met die emmer moet je dat streepje in die emmer moet je rechtop zetten. En als je dat rechtop zet, en dat komt ook overeen met de werkelijkheid, dan hangt dat draadje op 0 graden. Maar als je we verwachten die scheeflopers die zelf niet in de gaten hebben dat ze scheef staan, dat die emmer ook meenemen, dus ook scheef zetten. En in feite betekent dat dus dat je evenwichtsorgaan iets anders waarneemt dan de werkelijkheid. Dus dat de functie van je evenwichtsorgaan niet meer de werkelijkheid representeert. En dat betekent dat daar iets aan de hand is. Oké, dus die emmertest zou mogelijk wel iets kunnen zeggen over dat scheeflopen. Ja, zeker. Die emmertest geeft ons eigenlijk informatie of het evenwichtsorgaan het nog goed doet bij deze mensen. Dus hele belangrijke informatie. Nou ja, super interessant ook wel als ik het zo hoor. En ik hoop dat jullie daar dit jaar wat meer informatie over kunnen krijgen over dat scheeflopen bijvoorbeeld. Om zo wat meer achtergrond te krijgen hierover. Over de oorzaak bijvoorbeeld, want dat lijkt me een mooie, interessante vraag. Ja, dat is natuurlijk helemaal het doel van het onderzoek. En natuurlijk het vervolg daarop is, als we echt een beetje begrijpen hoe het komt, dat we deze wandelaars misschien ook kunnen adviseren. Misschien in het vocht, misschien in het zoutgebruik, maar ook misschien wel testjes of oefeningen voor het evenwichtsorgaan, om dit toch in de toekomst te voorkomen.
Nou, klinkt super. Ik wens jullie nog heel veel succes met het onderzoek de komende dagen, want het loopt alle vier de dagen nog, neem ik aan. Zeker, zeker. We zijn hier tot vrijdagmiddag bezig, ja. Nou, super. En nou, heel veel succes. Dankjewel. Nou, goedemiddag dames. Ja, goedemiddag. Hoe is het vandaag gegaan? Het ging als een trein. Als een trein er wel? Ja, ja, ja. Het ging wel super. De ochtendstart was helemaal perfect. Beter als dinsdag. Het weer is geweldig, heb ik een drupregen gehad. De treinreis was goed verlopen. Fietstocht goed, supporters waren goed. Ja, wat willen we nog meer? Sorry, dus jullie gingen van de ene trein naar de andere trein? Ja, zo, ja, dat is een hele goeie van jou. Ja. Dan gingen jullie wel heel snel dan. Ja, als een trein. Ja. Zo, en hoe laat waren jullie binnen? Nog maar net. Nog maar net. Oh, ja, we hebben te veel stops gehad onderweg. Maar het was ook zo gezellig. Zoveel supporters en zo. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja. En nu even een pilsje erbij, zo te zien. Wat erbij, hè? Nou, proost. Nou, dankjewel. Hè? En heel veel plezier nog. Dank je. Jullie ook. Doei, doei. Dankjewel. Zo moeilijk. Hoe gaat het? Het gaat redelijk. Het gaat redelijk. Het gaat best prima. Maar als je even gezeten hebt en dan weer terug, dan oh, zoveel last van spieren dan. Ja. En waar komen jullie vandaan? Venray. Noord-Limburg, ja, Venray. En jullie lopen? 50 kilometer. 50 kilometer, dat moet hè. Ja. En in dit weer? Ja. Ja. Het is wel warm hoor. Ja. Dus, de laatste keer is het van jou? De allereerste keer, ja. En wel getraind? 2 keer 40 kilometer, dat is het. Maar... Redelijk getraind, ja. Het is nog niet zo dat je het opgeeft. Je gaat het niet opgeven, toch? Meer training had meer comfort geboden, denk ik. Maar nee, we gaan het niet opgeven. Je onderschat het niet, maar het is echt 50 kilometer ver. Ja. Dat is echt ver. En slapen jullie hier in de buurt of ga je naar huis? Dan gewoon in Nijmegen hebben we een plekje geregeld. Ah. Ik ellend. Anders moet je elke keer terug en dat werkt ook niet. Ja, dat is niks. Hè. En hoe laat bestarten jullie dan? 4 uur. Goed. Ja. Maar dat is niet zo. Nou, het maakt niet uit of je hem dan 4:15 of om 4 uur, dat maakt allemaal geen reden uit. Het is gewoon, je zet de wekker, je staat op, je eet wat en we gaan op het fietsje, of ik ga op het fietsje hierheen. En dan starten met z'n, we zijn met z'n groep van 7, dus dat is wel leuk. Dus je hebt al ook dat je elkaar een beetje doorheen kan slepen op de momenten dat iemand het moeilijk heeft. Dus dat is wel tof. Goed, dan wens ik jullie heel veel succes voor de laatste helft. Dankjewel. Fijn dag hoor. Nou, goedemiddag meneer. Goedemiddag. Hoe is het vandaag gegaan? Als een raket. Als een raket nog wel? Als een raket, ja. Als een kievit in een raket. Keihard. Zo, nou, wat was u zo snel binnen vandaag? Ja, niet super snel, maar het gewoon lekker gelopen. Het was perfect, mooi weer. Niet te heet, niet te koud. Het was echt perfect. Het was geweldig. Nou, mooi. En ja. Wat voor vlag heeft u eigenlijk bij? De vlag uit Den Bosch, de mooiste stad van Brabant. Oh, kijk. De bossenvlag. Ja, Bossenaren. Kijk. Dus vandaar een pilsje erbij natuurlijk. Ja, zeker. De eerste wordt in Dordrecht en de tweede op de proeven. Ja. Om het zo maar te zeggen. Nou, mooi ja. En komen jullie elke dag uit Den Bosch met de trein? Met Den Bosch uit de trein, ja. Dus morgens om 4:30 op, 4:50 op de fiets, 5:30 de trein. Zo, lekker vroeg. Ja, maar dat moet, hè. Dat is mooi hè. En hoeveel kilometer lopen jullie? 40. Ja, mooi. Dus, en hoe kijk je uit naar morgen en overmorgen? Geweldig. Ik heb er zin in. Kijk. Ja, dat komt helemaal goed. Geen problemen onderweg? Helemaal niks. Gewoon brandende voeten zoals iedereen, maar daar mag je geen naam hebben. Dus nee, helemaal perfect. Nou, super. Klinkt goed. Heel veel succes dan nog en ook heel veel plezier. Het gaat zeker lukken, jongen. Hartstikke bedankt. Hey, groeten, Bossenaren. Nou, goedemiddag mevrouw. Ja, goedemiddag. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, uitstekend. Uitstekend nog? Het was weer supergezellig. Overal in de dorpen was feest, hè? Ja, en wat was het gezelligste moment van vandaag? Het gezelligste moment? Ik denk in Wijchen dat alles, overal feest, overal bandjes, overal muziek. En de familie stond daar, hè? Dus ook altijd leuk. Ah, super. U komt uit Wijchen? Nee, Twello. Twello? Oh, Twello. U heeft familie in... Nee, maar de familie kwam daar naartoe dan. Dus, Ah, mooi, ja. En die zijn nu weer hier. Ah, gezellig. En nu nog even een feestje achteraf? Ja. Even een biertje drinken en dan zo naar de camping. En dan nou, op tijd naar bed, hè. Ja. Nou, morgen weer vroeg op, zeker? Ja, we zijn vanmorgen om 5:30 gestart. En nou, het loopt hartstikke mooi door hier. Om 5:45 waren we weg, geloof ik. 5:50. En het loopt allemaal heel soepeltjes. Dus ja, gaat heel goed. Klinkt goed. En morgen ook weer zo vroeg starten? Ja, denk het wel, ja. En misschien vrijdag nog iets vroeger, want het wordt warm, hè.
Dus, ja. Ja, treft u nog speciale voorbereidingen voor de hitte van vrijdag? Oh nee, want ik vind dat het wel, wel lekker als het lekker warm is. En speciale voorbereiding, nou, ik drink altijd wel genoeg en normaal water onderweg dan. U vindt het niet erg om heel veel kilometers in 30 graden te lopen? In, sorry? In 30 graden. Nee, daar kan ik altijd wel goed tegen. Dus ja, nee, gaat prima. Ja. Nou, klinkt goed, dan wens ik u nog heel veel plezier en ook vooral heel veel succes de komende dagen. Dankjewel. Ja. Tot ziens. Ja, tot ziens, hè. Volgens mij sta ik hier langs de ijskomman van de wedren. Zeker. Hoe heet je? Ik ben Jelmer. Jelmer de ijskomman? Ja. En heb je het al druk gehad vandaag? Ja, het is heerlijk weer, dus iedereen wil een ijskool kopen. Welke smaak heb je allemaal bij? Ik heb aardbei en vanille ijs. Aardbei en vanille. Valt het ook te combineren? Ja, in een bakje valt dat te combineren. Ah, mooi aan. En hoeveel mensen ongeveer, weet je ongeveer hoeveel klanten je al hebt gehad vandaag? Ik denk wel boven de 150 al. Ja, het loopt echt wel door. Oké, okay, en je staat hier 4 dagen? Ja, ik sta hier de hele week eigenlijk. Nou, volgens mij krijg je dan nog hele goede dagen nog de komende dagen. Want het wordt nog richting de 30 graden heb ik al gehoord, dus goede zaken. Ja, dat zeker. Hopen op goed weer. Heb je dit ook al andere jaren gedaan hier? Nee, ik sta hier voor het eerst. Maar het is echt één groot feest, dus hartstikke mooi. Ah, super. Dan nog werk ze en heel veel plezier. Dank u wel. Erg met wie u aan het bellen bent? Ik ben mijn vrouw aan het bellen. Oh. Er zijn even 2 mensen, die komen met een microfoon naar me toe. Dus Dus, Heeft u goed gelopen vandaag? Ik heb goed gelopen, de laatste 5-6 kilometer was het zwaar. Had ik echt wel, moeite, ik kon wel meelopen, maar het was echt wel afzien een beetje. Maar wel voldoende getraind? Wat zegt u? Voldoende getraind? Ja, toch wel. Ja, tuurlijk. En uw vrouw die is aan de telefoon, maar die is niet hier? Nee, die zit, thuis, hè. En waar is thuis? In Putten, zonder N. Putten. Weet je waar dat is? Nee. Dat is Woensdrecht, weet je dat? Ja. Het is een grensdorpje. Ah, okay. Ja. En komt ze wel u inhalen op dag 4? Nee, dat is te ver weg, joh. Ja. Ik ga het vrijdag gewoon naar huis en dan vieren we het thuis wel. Doet u nog een keer over? Wat zegt u? Doet u het nog een keer over? Lopen. Het vieren? Jazeker, tuurlijk. Het is de 15e keer. En dit is mijn vrouw. Ach, ja, en die kan er niet bij zijn. Dat is wel jammer natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik ga nu voor het derde lustrum. Hè. 5 jaar is 1 lustrum. Hè. Dus, ja, 15e keer. Heel goed. Zullen wij u dan inhalen? Oh ja, dat is leuk. Ja, ja. gaan wij naar u uitkijken op de vrijdag? Is goed. Ja. Goed aan uw vrouw, dank u wel. Ja, dank je wel. Ja. Ja, u moet nog 2 dagen. Ja, dat klopt. Maar ik had net even gezeten en als u dan weer opstaat, dan... Dat zeggen ze allemaal. Dan voel je het wel. Maar ik ga naar de campingpiet en dan komt alles wel weer los. Waar komt u vandaan? Ikzelf. Ik kom uit Heerdegewaard. Oké. En hier op de camping? Ja, op de camping Boerderij De Plak. Echt super camping. Dat is een kwartiertje, 20 minuten fietsen. Het zal misschien nu wat langer duren, maar... Maar het gaat goed komen, zie je. Ja, zeker. Morgen weer frisse fruit. Kijk, zo hoort het. Yeah. Succes. En jullie ook.